enige waar ik voor zorg moet maken zijn spinnen. Ik ook. Ja, mijn deur sluit ik nu af. Hatschikidee. Idee. Ik heb nog niet eens een deur. Nee, ik heb alleen een ingang. Auw. Even een appeltje eten. Ik heb helemaal geen eten. Zie je hoe zielig ik ben. Ik heb 3 appels. Nou, ik zei al, het is slimmer om bij mij te komen. Ik heb een dichter huis. Ja, goed, ik kom. Voor deze nacht, even logeren. Moet je eerst het deur weg staan. Oh shit, ik zag net een skelet boven jouw huis. Die gespannen is. Bovenop mijn huis? Op je huis. Hoi. Snel, hakken. Ik dacht ook dat je zag gespannen of ik hem vergist. Heb jij een pickaxe? Ja, ik heb een pickaxe. Even buiten kijken. Ik zit even op het dak. Ja. Ik kan het dak voor je dichtmaken. Is goed hoor. Ik had het net even... Jouw huis wordt nu even Frankensteinig. Ja, weet ik. Als jij maar zo snel mogelijk... Heb jij boomstammen? Nee. Ik heb boomstammen, hier. Ik gooi die omlaag. Maak daar kool van. Ja. Maak dan de helft daarvan? Ja. Zo. Moet je dadelijk maar even die molen gaan. Hout. Oh, dat is wel fijn. Je ziet hier meteen hoe lang het brandt. Ga eens in die furnace. Oh, cool. Daarnaast. Dat is wel leuk, hè? Dat zijn toch minuten? Ja, zoiets, ja. Of, ja, kijk hier. Kool is... 8. 80 seconden? Ja, ik denk het. Dus is helemaal met lava. Chaco, dat is 1. En... Zo. Hé, hey, jij hebt dat hout gepakt. Oh, sorry hoor. Hier heb je het terug. Ik heb het nodig voor stokken om mijn pickaxe te verbeteren. Thank you. En ik heb een slok water genomen. Oeh, het is donker. Kan jij stokken? Wacht, ik kan zelf stokken maken. Ik heb een pickaxe voor je aan je gegeven. Dank je. Oh, wat mooi effect. Oh, eentje. Kijk wat een mooi effect. Oh ja. Halleluja, oké. Is het al dag? Ik zie een skelet bij mijn huis. Gezellig. Oeh, headshot. Kom even steen bij jou menen. Is goed. Als je deze hoogte aanhoudt, vind ik het perfect. Daar had ik alleen wat dirt gepakt omdat het nodig was. Ja, ik ga hier het plafond wat steen maken. Huppa, huppa. Give me the stone. Kan ik gelijk dat ik in mijn eigen huis een vuilnis maken? Oh, light. Kijk hier, het funkelt ook een beetje. Het knippelt. Heb je water ziet er golvend uit, hè? Ja. Je ziet het golven. Ik vind deze texture pack hebben we toch weer. Ik weet niet of ik het in deze texture pack juist op custom heb gezet. Of ik heb hem gewoon default, weet ik even niet. Heb jij alles op custom? Mhm. Alles. Nou, we moeten dadelijk volgende opname zelfs nakijken. Zo, is het daar al bij? Ik wil verder naar huis. Mm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Even tellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oké, deze ruimte nog weg. Koekoek. Zo kan het ook. Zo doe ik het normaal. Nou, gewoon 2 modder terug. Gewoon een zombie. Hey Dave, heb je al gehoord voor de nieuwe hardcore mode? Van wat de zombies doen. Oh, nee, oh ja.
Goddammit, die zombies. Bij de update, als de zombies slimmer zijn, hè. Als je hardcore mode doet. Dan kunnen ze deuren kapot maken. Houten deuren. Hoor je dan? Ja, en dan kunnen ze je deuren kapot maken. Bij de pre-release versies van de beta, zeg maar. Wat er nu mee bezig zijn, kunnen ze ook nog stalen deuren nu. Maar ze gaan dat maken, dat alleen nog houten deuren kunnen. En wat ook nog nieuw gaat worden, is dus dat... Miauw! Ja, katten erin komen, ja, nu. Dus precies de binnenkant van je huis nu. Mm-hmm. Er komen die katten mooi, als een huisdier wat je kan hebben. Maar die dag, creepers. Die moet je zijn heel lastig te krijgen, maar laten we nog maar eens een keer zien. En creepers zijn bang voor de katten. Skelet. Hallo, skelet. Chique boog. Doe maar dicht. En wat ook nog nieuw is, ik weet ook, heb ik al verteld over de random drop? Hatta. Dave. Nou? Als je bij de nieuwe versie, ik weet of het alleen bij hardcore is of bij ook de normale survival. Dan doen de zombies, hè? Armor laten vallen en ingots, allemaal ijzeren dingen. Mm-hmm. En zombie pigs laten die gold ingots en gouden zwaarden vallen. En skeletten, als je ze doodt, laten ze hun boog vallen. Cool, dat is wel cool, dat is wel cool. En dat is wat ik zover allemaal weet. Oh ja, en als je katten wilt tellen, moet je vis gebruiken. Maar niet op ze afrennen, rennen ze weg. Hij is op jou gericht, hè. Oké, okay, naar buiten. Wacht, Dave, hier, dier, Dave. Twee appels voor jou. Eet. Oké. Okay. Klaar ervoor. Oh shit, de ninja zombie. Ninja zombies. Freaking ninja zombies. Hou maar tegen de ninja zombies. Dank je. Auw. Dood. En het begint dag te worden. Thank God. Halleluja. Halleluja. Wil je me helpen met de skelet bij mijn huis? Wat? Snorkelen. Snorkelen. Hij ziet ons niet. Ninja actie. Oh, hij ziet jou wel. Oh. Yes. Oh, kan ik wel gebruiken. Ja, allebei. Zo. Ninja zombie killing. Wow, ja. Van Frankenstein. Oh, die was mooi. Die was mooi. Okay. Nog eentje. Ah, oh, hij is al dood. Hey, zombievlees. Ik vind eigenlijk dat je die punten die je verdient, hè. Dat je die als het ware eruit moet kunnen halen. Dat je ze kan opslaan in je kist of zo. Zou apart zijn. Ik heb een bijl nodig. Nou, gaan we op met het huis versieren. Oh, wat ziet het er toch chic uit. Wat je huis? Nee. De wereld. Dat zeker. Laten we maar eens bomen gaan hakken. Even alles goed zetten. De bel ziet er gek uit. Een van de missies, een cobblestone generator maken. Is handig, hoeven we niet altijd in de mijnen as voor cobblestone nodig hebben. Ja, kunnen we gewoon al. En maken we er een leuk huisje omheen, toch? Ja. Is heel simpel eigenlijk te maken, hè. Een emmer water en emmer lava. Deze moet je het echt mooi maken dat je dan met één lava aan twee kanten cobblestone kan hakken. Ja. Goede uitdaging. Ja, er zijn ook hele ingewikkelde cobblestone generators. Weet dat die snelle cobblestone tevoorschijn halen, dacht ik. Dat is ook hele simpele. Geinig, die hakbel ziet er geinig uit. Ja. Ah, nee, meen je niet. Creeper? Overleefd? Ja, dat wel. Je huis nog heel? Nee. Hoe groot is het gat? Kom maar kijken.
Oh my god, de hele hoek is eruit. Zo, even alle hout. Heb jij nog dirt? Eén blokje. Die heb ik zelf nodig. Voor dit hier op te vullen, die vlak. Ik dacht, ik ga hout hakken. ik moet nu eens deel van mijn huis weghalen. Hoezo? Ik ga het anders doen. Ik heb een idee gekregen hoe ik het ga maken. Ik had dit gewoon even snel gemaakt voor de nacht te overleven. Ik zei toch dat je had je bij mij kunnen doen, maar... Ja, heb ik toch gedaan. Ja, maar je hebt niks juist gepland. Moet ik het weer weghakken? Ja, precies. Ik vind die bel gek uitzien. Het ziet een beetje als een halve lepel of zoiets. Ja, dat vind ik. Leuke fantasie heb je. Dank je. Oké. Laat ik eens een schep gaan maken. Heb ik al. Ik had het nog niet gemaakt. Ik heb het nu pas nodig. Maak eentje van alles, altijd handig. Oh man, die keel van mij. Je moet van die keeldropjes halen. Heb ik. Sabbel er lekker op. Nee, dat is vervelend voor die kijkers. Hoor ze gaan zeggen. Je kan het toch ook gewoon stil opzuigen? Of kan je dat? Kan ik wel, maar dan kan ik niet verzoenlijk praten. En tranen gaan ze zo met een snoepje in mijn mond. Nou, als je dan wil praten, dan kan je hem even snel door. Ja, zo. Okay, Zullen we ergens een publieke mijn maken? Publieke mijn? Ja, op een plek dat we daar gewoon samen de mijn maken. Ja, is goed, samen een samen mijn. In de lavaberg? Nee, want dan komen we lava tegen. Denken. Wat gaan we anders doen? Bel kan elk moment kapot gaan en bij ons kapot. Hey! Ja? Is hier een grot? In het water. Oh nee, laat maar. Pas al. Oh, jawel! Ja? Beetje. Dat is wel geinig, een onderwaterhuis. Moet je kom kijken. Ik kom kijken. Je ziet me onder de grond nu, als het goed is. Als je een beetje... Ah. Oh my god. Leuk, hè? Talk about a secret entrance. Dan kom je moeilijk uit. Ja. Nou, de zon ziet er mooi uit. Er zijn nog meer gangen, dacht ik. Kijken. Ja, inderdaad. Ziet er goed uit. Maar bij jou heb je ook niet echt een... Maak je huis groot? Ja, zo te zien wel. Ik maak het apart. Ik maak hier wel de mijn van. Waar maak je hem? Nee, liever niet de andere kant. Hoe bedoel je andere kant? Want hier komt dan de treinspoor naar boven toe. Of de andere kant is geen treinspoor. Ja, maar het gaat onder de grond. Ja, oké. Ik dacht misschien een andere plek, een chique ingang voor de grot maken. 1, 2, 3, 4, 5. 4, 5 was het dan gegaan. Dus 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oké. Nu ook 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opzouten gras, opzouten. Ik vind die zaden als bessen uitzien. Vind ik. Mm-hmm. Ja, ik ook. Ik dacht, hè? Een nieuwe eetsoort. En die rotte vlees ziet er als klauwen uit.
Ja, precies. 10. Nee. Nou, nu ben ik de tel kwijt, hè? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wie niet weg is, is gezien. Ik kom. Hey, hey. Hoppie. Els en Betty houden van spaghetti. Ja, moeten we ook weer gaan maken. Dat is ook missie. Ja. Mee eens. Kijk, ik vind dit al redelijk op een mijn eruit zien. Zo. Yo. Ja. Kom eens kijken. Ik kom. Oh ja, leuke god in de gang. Dan een toortje daar en een toortje daar. Ik ga even op kooljacht. Ja, en ik moet een furnas gaan maken voor kool te maken. Om mijn gebied verlichten, om te beveiligen. En ik heb het verkeerd geplaatst. Ah. Ik zie de gezicht nog niet, dus dat is goed. Jezus, jij hebt veel dirt nodig. I know. Waarom zie ik nergens kool? Moet je goed zoeken. Normaal zie je ze altijd random wel in de berg zitten. Oh godverdomme, ik wou een appel eten. Ik heb wel wat mushrooms gevonden. Gelijk meenemen. Neem ze niet allemaal mee, omdat ik het toch nu wel... Nu lekker de rustige Minecraft muziek. Ja, precies. Rustgevende muziek. Even zo'n monnen verzamelen. Het gaat misschien een beetje ronduit. Ja, ik zie er toch mooi uit hè, met dat lava. Prachtige waterval waar we wat waterbaan gaan van maken. Mm-hmm. In het gebied heel weinig grotten. Ik heb nog geen gezien. Nee. We moeten toch wel een paar grotten hebben. Dus kun je nog geen survival van maken en dan geen grotten. Oké, nu staat de muziek wat hard, vind ik. Ik wil skeletten. Bij mij. Ja? Ja. Stop eens. Waar? En een Enderman. Hoe is ze? Onder me. Kijk onder me. Ik hoor ze niet. Ik wel, ik hoor ze niet harder. Ik hoor lopende water. Oh my god, ik heb een watergod gevonden. Waar? Ga naar het strand toe. Oh ja. En ik hoor skeletten. Ja, ik hoor het nu ook. Ga naar kat. Het is toch nacht, kunnen we even gaan menen. Ik hoor ze hier. Inderdaad. Ik heb hier modder. Luisteren. Ik hoor ze direct voor me. Voor meer licht voor de mensen. Ik hoor ze heel vlakbij. Oeps. Gewoon een Enderman en een skelet. Voor het licht. Jij bent boven me. Ja, ik hoor ze ook boven me. Hé, hey, ik heb kool gevonden! Hey. Coolie cool. Ziet er mooi uit. Hoi, yo. Kom eens naar mij toe. Dat weet ik niet. Maar ik heb wel een grot en ik heb geen toortjes. Ik heb toortjes, nog 4. En ik had... Ik heb brandtoortje in geplaatst. Het is een ravijn. Ah, fuck! Godverdomme. Oh, sorry. Ik dacht ik ging een trap maken. Ik heb de skelet gevonden!
Skelet is dood. Excuses. Niet zoals laatste keer, bij onze allereerste keer dat wij samen zaten te spelen. Oh, ik zag vol. Maar, wil je wat tortjes voor ons maken? Heb je zelf stokken? Ik kan stokken maken. Nee, ik heb nog wat stokken alsjeblieft. Oké, heb ik er nu 30. 19 toortjes en ik geef jou 9. Dit heb ik zelf gemaakt, oh god. Ha, gevallen. Ik vind het nog wel goed uitzien. Ja, maar kook ik hier zo'n kool, zo precies naast elkaar. Oké, dat is de tweede zombie. Wat eruit komt. Ja, kool heb ik wel eens zo random naast elkaar gezien. Ja. Apart. Ja, er is inderdaad wel heel veel kool hier, maar dat is altijd in ravijnen. Ik ga een trap weg daar naartoe maken. Ik ben dat denk dat ze hier een paar schatten of zo hadden geplaatst, denk je? Dat of... zullen we zien. Ik weet niet of ze... Ik weet niet of ze een filmpje zien. Of was. Ik heb niks in het filmpje gezien van schatten betreft. Wat heb ik hier? Ik heb denk ik ijzer gevonden. Kom eens kijken. Momentje. Ik ben kool aan het hakken. Ik heb namelijk veel nodig. Oh shit. Oké. Deze gebied. Als je een rijtje modder ziet, betekent dat off-limits. Oh, hallo zombie. Het is ninja zombie. Zombie the day. Zombie is dood. Van Frankenstein naar ninja. Even wat drinken. Hey, ja, shit, naar beneden gevallen. Hulp nodig. Ik heb heel veel kool gevonden. Ook nog. Leef je nog? Nee. Oh, meen je niet. Waar ben je gevallen? Maakt niks uit, ik kom er heel snel naartoe. Zombies zitten. Hou op met flippen. Auw. Okay, daar in de buurt was het. Je hebt volgens mij mijn spullen opgeraapt. Nee. Daar zijn twee zombies en een skelet. Ja, ga daar maar niet naartoe, daar ben ik dood gegaan. Wacht met wat ik er ben. Ik heb een benedenweg daarvoor. Kom je? Ja. Blup, 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 blup. Ik heb die gat dichtgemaakt, denk ik, waar je in bent gevallen. Ze zijn nu op mij gericht. Ik was hier overheen gesprongen. Ik zie jouw spullen liggen. Ga die trap af. Ga die trap af. Nee, nee, loop door, loop door. Loop door, ze zijn niet op mij gericht. Dat is een... Loop door, dan kan je naar beneden. Is gewoon veilig hoor. Ja, voor jou ja. Voor mij niet. Hier is een zombieskelet. Oké, kom maar terug nu. Nee, wacht even. Nu dat ze toch op jou gericht zijn... Een beetje torches. Lengte en breedte plaatsen. Als je door de waterval gaat. Nee, ik ga terug. Nee, daar is een trap. Loop daar rechtdoor, rechtdoor. Daar is een weg omhoog, rechtdoor. Ja, er zit een creeper. Daar. Oh shit, ik zie de creeper. Oh shit, ik werd beschoten. Dan naar links. Dat is omhoog. Modder wegslaan. Eén klontje en terug plaatsen. Kan het. Dat houdt ze tegen. Kom mee, bij mij. Zie je hoe het ijzer eruit ziet? Goeie ninja actie van mij, ja, was dat. Ja, je hebt goed geleerd van de ninja zombies. Mm-hmm. Zie je hoe het eruit ziet, ijzer? Of halleluja, Enderman Village. Kom eens, waar yo. Ben je? Andere kant. Ja. Oh, je bent langs me gelopen, zag ik nog niet eens. Wat is dat? Oh my god. Oh, een Enderman heeft pijn. Hij zit in water. Oh, hij zit mij aan te kijken. Maar ik kijk hem niet aan.
Oh, die zien er lelijk uit. My god. Als die Enderman juist wat opschrijft, dan had hij meer pijn. Hij is ook een goede manier om tegen Endermans te vechten. En maar water. Oh shit. Mijn god, ik schrok kapot van je. Ik dacht dat je daar was, kom je daar vandaan. What the fuck? Ah. Ik heb geen torches meer. Ja, ja. Ga dood, ga dood, ga dood. Enderman. Ja, ja, ja. Hij gaat dood. Hij is weggeteleporteerd. Dammit. Ik heb een trap naar beneden. Heb jij torches? 4. Oké. 3. Hier. 1. Oh, er zit water. Ah, oh, jij is bij de zombie. Auw, ik heb... Oh shit, ik... Shit, shit. Oké. Okay. Rescue the... Hey. Wat is dat? Licht daar beneden. Misschien lava? Ja, lava. Wat is dat? Is dat Absolute Walla Walla of Diamonds? Zullen we niet riskeren? Nee, laat hem maar staan. Ik heb geen gewaar voor. Ik moet wat eten. Kijk, om het sowieso... Oh, ik heb de Enderman gevonden. Ik heb geen torches. Het is Absolute Walla Walla. Oké. Okay. Pas op voor de lava. Heb je het? Ik pak een klontje ijzer hier nog. Dan ga ik terug naar boven. Halleluja. Goddammit, 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 naar boven. Even uit de god. Ah, goddammit. Niet aankijken, hier. Een beetje kool nog. Oeh, dat is wel genoeg kool. Wegwezen hier. Nou, zet hier toch nog grotten in, hè? Ja, dit is een mooie god. Ja. Waar ga je naartoe? Veiliger maken. Ja, ga aan de kant. Aan de kant. Zo. Verkeerde kant. Hopelijk is het dag. Nee, 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 nee,